De originele Peutingerkaart is rond 1300 met de hand getekend en bevindt zich in de Nationale Bibliotheek van Wenen. Het is een schematische voorstelling van het wegennet en de etappenplaatsen in het Romeinse Rijk. Het is een kopie van een Romeinse wegenkaart die in marmer was gegraveerd op een muur in een zuilengang in Rome. Dat was in het begin van onze jaartelling ten tijde van keizer Augustus. In de eeuwen daarna maakten de Romeinen de reiskaarten van in de vorm van een boekrol. De kaart geeft een beeld van de toenmalige Romeinse wereld. Hij beslaat een gebied dat begint bij Engeland, Spanje en Noord-Afrika in het westen. Op die vroegst bekende kaart van Europa ziet de wereld er niet uit zoals die daadwerkelijk was. Het Romeinse Rijk wordt op de kaart afgebeeld als een langgerekt lint van wegen, rivieren en steden. Die wegen, rivieren en steden zijn herkenbaar, maar de vorm van de landen niet. De kaart eindigt in het oosten bij India. Het is net als met een metrokaart, het is geen natuurlijke projectie. De tekening is aangepast aan de boekrolvorm. Deze wegenkaart kon worden afgerold tot het deel dat men nodig had. Het getal in Romeinse cijfers boven iedere weg geeft de afstand aan tussen twee halteplaatsen, meestal in Romeinse mijlen. Het eerste deel van de kaart begint bij de Noordzee en geeft aan wat de toenmalige reiziger over Nederland moest weten. De Rijn, Fluvius Renus, en de Maas, Fluvius Patavus, doorsneden het gebied dat Batavia of Batavia heette. Aan de kust ligt Lugduno. Onder de naam staan twee torentjes. Dat zou kunnen betekenen dat ook Lugduno een stad was, net zoals Nijmegen en Keulen. Pas in de middeleeuwen is in de buurt van Lugduno het vissersdorp Katwijk ontstaan. In 1508 kreeg Conrad Peutinger uit Augsburg de kaart in zijn bezit. Naar hem is de kaart vernoemd. Deze Peutingerkaart, of Tabula Peutingeriana, is gemaakt van perkament. Hij is 38 centimeter hoog en 7 meter lang en opgerold als een boekrol. Door het herhaalde op- en afrollen zijn er gaten in het perkament gevallen en stukjes afgebroken. Om verdere beschadiging te voorkomen, heeft men in 1863 besloten om de kaart in gelijke delen te splitsen. Het werden 11 losse perkamenten vellen. Anderen lieten de kaart rond 1600 en later opnieuw graveren en verzorgden de druk ervan. Het Katwijks Museum is in het bezit van één van die drukken. Waarschijnlijk is deze Katwijkse kaart bijna 400 jaar oud. In ieder geval is de Peutingerkaart in het museum zeer bijzonder. Het is een afdruk van de kaart waarmee de Romeinen destijds door hun gigantische rijk trokken.